Hi iedereen, het leek me leuk om vandaag de rainbow tag te doen. En dat is een tag waarbij je alle kleuren van de regenboog nagaat. En per kleur daar een favoriet beautyproduct bij uitzoekt. Of nou ja, een product. Het mag zijn wat je wil. Maar ik heb beautyproducten gedaan omdat ik natuurlijk een beautyblog heb. En het is eigenlijk de bedoeling dat je één product per kleur uitkiest. Maar bij sommige kleuren ben ik daar een beetje overheen gegaan. Plus had ik er nog een extra kleur bij verzonnen, namelijk roze. En ik weet dat het geen kleuren zijn, maar ik heb ook zwart en wit gekozen en multicolor. En per kleur ga ik dus mijn favoriete product bespreken. Nou, ik begin natuurlijk met rood, de eerste kleur van de regenboog. En daarbij heb ik deze tas uitgezocht. Dit is echt een super fijne reistoilettas van de Ethos. Ik heb er ook een review over geschreven voor op de site. En wat ik zo fijn vind is dat aan deze kant zit een heel groot vak. En daarin zit nog een klein zijvakje. En aan de andere kant kan je ook openritsen. En daar kan je heel makkelijk je kwasten kwijt aan deze kant. En aan de andere kant zitten ook nog elastiekjes waar je de wat grotere tubes en zo stevig kunt vastmaken. Er kan gewoon super veel in. Super handig als je op reis gaat. Dus, en hij is ook nog heel erg budget. Volgens mij was hij rond de 7 of 8 euro. Dus bij rood heb ik gekozen voor de Ethos reistoilettas. En als tweede extra product het welbekende rode potje. Als je mij al lang volgt, dan weet je dat ik hier echt helemaal fan van ben. Dit gebruik ik al een jaar of drie, misschien nog wel langer, ik weet het eigenlijk niet. Dit is volumepoeder, een van de eerste die er op de markt was eigenlijk. En ik had dit ontdekt via Nena en ik gebruikte het en het was echt zo fantastisch, want je haar staat meteen rechtop overeind. Dus wellicht dat je hem wel vaker voorbij hebt zien komen in een van mijn haartutorials. Het Osis Plus Dusted Texture volumepoeder van Schwarzkopf. Dat is deze. Na rood komt oranje en daar heb ik deze kwasten van uitgezocht van Real Techniques. Dit zijn de kwasten van die meiden van Pixie Woo, die echt super groot en bekend zijn op YouTube. En ik was eerst een beetje sceptisch, want het zijn geen kwasten van echt dierenhaar. Het is namelijk van synthetisch materiaal, wat natuurlijk dan wel weer heel erg diervriendelijk is. Ik had gehoord dat ze echt super goed waren. Ik had hele goede reviews gelezen, dus ik dacht, nou, ik probeer het. Dus ik koop een setje. En sindsdien gebruik ik deze kwasten echt elke dag. Deze gebruik ik om mijn foundationpoeder mee aan te brengen. En deze voor mijn blush. En ze zijn ook oranje dus met zwart. En ja, ik vind ze echt helemaal top. En ze zijn voor kwalitatief goede kwasten zijn ze helemaal niet zo heel duur. Het enige is dat je ze, je kan ze bij Boots kopen als je in Engeland bent. En in Nederland moet je ze wel online bestellen, want ze zijn niet in de Nederlandse winkels te koop. Dus dit zijn de kwasten van Real Techniques. En als tweede oranje product heb ik de Micro Delivery Pure Fine Peel van Philosophy. Dit is een maskertje, een beetje een gel-achtige structuur. Breng je heel dun aan op je gezicht. Laat je even een minuutje zitten. En er zitten fruitenzymen in die gewoon je huid gewoon ontdoen van je dode huidcellen. En dat is voor mijn huid, die ik ben heel erg goed. Kan je niet in Nederland kopen, geloof ik. Deze heb ik in Amerika gekocht. Maar het is een oranje tube, dus daarom heb ik deze gekozen voor oranje. Voor geel heb ik één product. Het is eigenlijk niet echt super super geel, maar het is heel licht zacht geel. Dit is de EOS Evolution of Smooth Shaving Cream in de geur Vanilla Bliss. Deze kun je kopen bij alicejoe.com. En wat ik zo lekker vind is dat deze scheercreme gebruikt kan worden zowel nat als droog. Dus ook als ik denk van, oh shit, ik moet even snel de deur uit, vlos, doe ik wat van de spul eronder, scheer. Klaar. Weet je, ook even deppen met een doekje en het is klaar. En het voelt gewoon lekker zacht aan. Mijn huid is gewoon gehydrateerd. Plus onder de douche kan je natuurlijk ook gewoon gebruiken. Ruikt ook heel erg lekker. Heel subtiel, heel lichtjes. Heel zacht. En ik vind het wel gewoon echt een heel fijn product. En ik gebruik deze heel vaak. Eigenlijk altijd als ik mijn oksels ga scheren of mijn benen of wat anders. Dus dit is mijn gele product. Nou, voor groen was het niet zo moeilijk. Ik ben echt diehard fan van de Urban Decay oogpotloden. En deze groene gebruik ik heel veel. Dit is de kleur Clinic. En dit is de kleur Mainline. Die heb ik wel regelmatig gebruikt voor in make-up looks. Wat ik zo fijn vind is dat ze gewoon heel romig zijn. Dus ze smeren gewoon echt heel soepeltjes uit. Je kan ze goed blenden. Maar als ze eenmaal zijn opgedroogd, dan blijven ze echt muurvast zitten. Dus ik heb heel veel potloden in allerlei kleuren. En deze wou ik jullie laten zien omdat ze groen zijn. En dit vind ik ook echt hele mooie kleuren. En ik vind het ook heel erg mooi staan bij mijn bruine ogen. Laatste groene item wat ik jullie wil laten zien is de kleur Erika F van Lancôme.
Het is eigenlijk een beetje een soort grijzige groene kleur. Hij komt hier in het doosje niet helemaal goed tot uiting, vind ik. Maar je zou eventjes op mijn blog kunnen kijken als je wil zien hoe hij er geswatcht uitziet. Er zitten hele mooie shimmers en glitters in. En ja, het is echt een kleur. Hier heb ik gewoon nog geen goedkopere doek van gevonden. Dus als je ooit een keer wil investeren in een wat duurdere oogschaduw, dan ik je zeker Erika F. van Lancôme aanraden. En wat ik ook zo fijn vind is, ik heb bruine ogen. Bij mij staat het mooi. Het staat ook mooi bij groene ogen, blauwe ogen, hazelnut ogen. Het staat gewoon bij elke oogkleur mooi. En ja, dus Erika F. Echt een van mijn favoriete oogschaduwen. Blauw vond ik een beetje moeilijk, want ik heb niet zo heel veel blauwe favoriete make-upjes of flessen, blauwe flessen. Maar qua nagellak ben ik wel heel erg fan van deze drie. Dus die heb ik even tevoorschijn gehaald. Ik hou van nagellak waar iets bijzonders mee is. Glitters of speciale textuur of zo. Ik hou niet zo heel veel van creamy lakjes. Dat vind ik een beetje saai. En deze blauwe zijn toch wel echt heel erg mooi. Deze die is van Rimmel. En die heet Radiant nummer 441. Dit is een hele mooie. Die doet me een beetje denken aan een kwarto eitje als je dat swatcht. Deze is... dit is de kleur Fragile. En die is van Ilamasca. Er zitten matte glittertjes in. En de laatste, die is echt super mooi. En dat is ook heel dierbaar. Want deze heb ik van mijn nichtje Maren gekregen toen wij in Brussel waren. En deze die heet Glitter in the Air. En dat is een vrij kostbaar lakje van Deborah Lipman. Dat was blauw. En nu dan indigo. Indigo is volgens mij een soort jeans blauw of blauw-paarsachtig iets. En daar heb ik eigenlijk alle palettes die ik heb van Urban Decay. Dat zijn ze niet allemaal, maar degene die paars zijn heb ik daarvan uitgekozen. Want ik ben echt super fan van de Urban Decay oogschaduwen. En vooral de paletten. En als ze dan limited zijn, dan moet ik ze gewoon hebben. Want de kleuren zijn gewoon zo mooi gepigmenteerd. Het zijn altijd mooie combinaties. En ik heb bijna elk palet wat er is van Urban Decay. Dit is het Vice palet. Dit was een Anniversary palet. Dit was een Book of Shadows-achtig palet, geloof ik. Nou ja, goed. Ik ben er helemaal blij mee. En ik gebruik ze nog regelmatig voor de Makeup Mondays bijvoorbeeld. Of gewoon voor elke dag. Dus dit zijn de oogschaduwpaletten van Urban Decay voor paars. Voor violet heb ik ook een product uitgekozen van Urban Decay. Dat is namelijk de eyeshadow primer. Ik heb eigenlijk nooit een full size gehad. Dit is een kleintje. Want die krijg je dan als je een palet koopt. Dus dit is alweer mijn derde kleintje. Die andere twee zit ook nog een beetje in. Dus die heb ik ook nog. En deze primer werkt gewoon top. Hij doet gewoon wat hij moet doen. En deze gebruik ik ook eigenlijk elke dag. En dan heb ik dus nog een extra kleur voor de regenboog. Dat is roze. En ik heb daar eigenlijk twee tools voor uitgekozen. Dit zijn roze tools. Een Tweezerman pincet. Nou ja, wat ben je zonder pincet? Ik bedoel, ik vind het super belangrijk om mijn wenkbrauwen te epileren. En de Tweezerman pincetten zijn echt de allerbeste pincetten die ik tot nu toe heb gebruikt. Kan ze je zeker aanbevelen. Ze zijn wel wat duurder dan de gemiddelde pincetten. Maar ja, ze zijn zo goed, zo vlijmscherp. Je moet wel een beetje oppassen soms dat je geen plukken vel meeneemt in het begin. Omdat je dat dan niet gewend bent, zeg maar, dat ze zo scherp zijn. Maar dat went wel na een tijdje. En ik ben echt super fan van deze roze luipaardprint. Ik vond het gewoon heel erg leuk om eentje met een printje te hebben. En dit is mijn wimperkrultang van Sephora. Ook roze. Ik vond het echt super leuk dat die roze was. Ik heb hem opgestuurd gekregen. En Sephora helaas niet meer in Nederland. Maar deze gebruik ik nog wel steeds elke dag. En ik vind het gewoon echt leuk dat hij een kleurtje heeft. En hij doet het hartstikke goed. Dus deze voor roze. Nou, dan multicolor. En ik moet zeggen, de laatste tijd gebruik ik heel erg veel Ring My Bella van Benefit. Super lekker parfum. Benefit was best voor het te koop. Maar is gelukkig ook bij heel veel Douglas filialen te koop. En Ring My Bella is echt... ja, echt de ultieme zomergeur voor mij. Er zit grapefruit in de top. En er zit musk in. En er zit volgens mij... rozen in en lekker fruitig en bloemig. En het is echt... ik moet even opspuiten. Zo lekker. Het is echt gewoon... ja, ik weet niet. Het is gewoon zomer in een flesje voor mij. Hij vervliegt wel wat sneller, maar dat geeft op zich niet. Dus je moet wel, denk ik, 2 keer per dag weer even bijspuiten. Maar ach, hij is zo leuk. En het flesje is zo schattig. Het is net een klein cocktail shakertje. Dus eigenlijk echt bijna op. Maar goed, dit was dus voor de multicolor. Dan heb ik nog wit en zwart. Ik weet dat officieel geen kleuren van de regenboog zijn. Of eigenlijk helemaal geen kleuren. Maar ik dacht, ik kan wit en zwart niet overslaan. Dit is een palet.
Zwart dus. Dit zijn de Shimmer Bricks van Bobbi Brown. Echt zo mooi. Ik was het een tijdje kwijt ergens in de tas. En ik dacht echt, oh nee, wat moet ik nu? Want ze zijn zo mooi. Het is een bronzer, het is een blush, het is een highlighter in één. Breng het aan op je jukbeenderen. Je ziet er meteen knapper uit. Klinkt heel gek, maar het is echt waar. Als ik dit aanbreng, dan denk ik, ah, ik zie er echt leuker uit dan net. Dus ja, ik ben hier heel, heel, heel blij mee. Gelukkig zie ik nog geen pen. Dan kan ik er nog wat langer mee doen. Als die op is, ga ik hem zeker bijkopen. Dit is de kleur bronze. Je hebt verschillende kleuren, maar bronze is echt de kleur die ik aan zou raden. En ja, ik ben hier gewoon echt super blij mee. Deze gebruik ik sinds ik hem weer terug heb gevonden, ook weer elke dag. Voor wit heb ik twee producten. Dit is een bronzer van Chanel. Het is uit de Les Beige collectie. En dit is nummer 50, dus die is redelijk donker. Maar goed, ik ben dan ook bruin, dus dat heb ik dan ook wel nodig natuurlijk. Dit is gewoon een vrij matte bronzer. Super mooi mee te shapen. Ook gewoon als blush en als bronzer heel erg mooi. Er zit geen shimmertje in zoals bij de Shimmer Bricks. Dus deze gebruik ik op dagen dat ik denk van nou, ik heb gewoon niet zoveel shimmer nodig. Want ik straal al van mezelf. Oké. Ik moet eigenlijk zeggen dat ik deze maar ga gebruiken omdat ik deze toen kwijt was. Maar ik vind hem wel echt super mooi. En ik blijf deze gewoon gebruiken als shaper bronzer. En dan breng ik deze extra aan op mijn wangen voor de highlight en zo. Dus hier ben ik ook heel erg tevreden over. Er komt heel veel pigment ook vanaf. Dus ja, je krijgt wel waar voor je geld. Blijft ook goed zitten. Dan nog een wit product. Dit is het merk Juliet Hezegan. Dat is een niche merk. Oftewel een merk wat je niet zomaar bij de Douglas of de Easy Piri kan kopen. Maar wel gewoon in Nederland. Namelijk bij Skins onder andere. En Juliet Hezegan is dus een merknaam. En het is grappig, want het is het neefje van Nina Ricci. En Nina Ricci kennen jullie misschien wel van Les Douglas. Heel bekend parfum met de vogeltjes op de dop. Ze hebben verschillende parfums. Het witte flesje is Miss Charming. Dat is deze. Als je heel erg veel van rozen houdt, zoals ik, en musk, en fris en bloemig, en poederig, en vrouwelijk, en zacht, en een beetje schoon, alsof schone was, een beetje clean, soapy-achtig, dan is deze geur echt ook iets voor jou. Miss Charming van Juliet Hezegan. Ik vind het echt een super lekkere geur. Ik rook hem ooit bij Angel. Een paar jaar geleden en ik dacht, ja, die moet ik ook. Dus dan heb ik hem meteen gehaald en ik heb hem nu al een paar jaar. Doe er iets zuiniger mee. Je blijft hem ook heel goed ruiken. Het is best wel een geur die als je die 's ochtends opspuit, 's avonds nog steeds kan ruiken. Dus ja, ik ben heel erg blij met dit parfum. Nog steeds, al jaren. En ik vind het leuk omdat ja, niet iedereen kent dit parfum. Dus dan heb je ook iets, ja, iets meer unieks, zeg maar, dan waar de rest van Nederland mee loopt. Maar ik kan hem jullie zeker aanraden. Juliet Hezegan. Miss Charming. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van de producten die ik jullie wilde laten zien in mijn Rainbow Tag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. En als jullie nog meer vragen hebben over de producten die ik heb laten zien, laat het zeker even weten. Zo, ik loop hier echt te zweten. Het is super warm hier op mijn kamer. Oh ja, als je het misschien al had gezien, ik heb kleurlenzen in. Dat had ik gedaan voor een make-up look voor groene ogen, wat dan mooi staat bij groene ogen. Dus als je benieuwd bent, die staat morgenmiddag op de site beautylab.nl. Dankjewel voor het kijken naar deze tag en tot de volgende video. Doei!